deze nieuwe video. Ik ben in Oostenrijk, specifiek in het Stellbach. En vandaag gaan wij de Koomaisbaan naar boven nemen voor een wandeling via het Spielberghout naar beneden. Dus we gaan als eerst even deze Koomaisbaan nemen naar het bergstation. En ik neem u hier vandaag mee op de Koomaisbaan en dan via de wandeling. Veel kijkplezier naar deze video. En hier achter mij is het bergstation van de Koomaisbaan. We zijn dus net boven gekomen. Het is een nieuwe lift. Staat hier nog niet zo heel lang. Een paar jaar denk ik. Gaat vlot naar boven. Dus dat was een kort ritje. Maar nu zijn we dus boven gekomen hier. Je hebt hierboven dus ook de Montolinoweg. Dat is een kinderwandeling. Een beetje de Koldokwandeling in Hinteklim. Maar dan ja, totaal anders. Maar ook weer een leuke wandeling voor de kinderen. Naar het middenstation loopt die volgens mij. Maar wij, ja, misschien dat daar even een stukje van laten zien. Ik heb ook al Montolino zelf even gefilmd boven. Maar wij doen vandaag de wandeling naar het Spielberghout. Dat is een blauwe wandelroute. Het was ongeveer 1,5 uur tot daar. En dan neem ik je weer gewoon mee op deze wandeling. En dit hier is trouwens Montolino en wij zijn naar rechts, dus we volgen de weg ook hier naar rechts. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. En we wandelen hier nu langs de Panoramaalm. En hier verlaten wij ook de Montolinoweg. Want vanaf hier slaan wij af richting het Spielberghout. Dat vanaf deze alm nog ongeveer 1 uur wandelen is. Dus let's go richting het Spielberghout. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. We're smiling on top of the world.
zijn dan weer een heel stukje verder gewandeld. Ik denk nog ongeveer 1,5 kilometer of 2 kilometer en dan zullen wij het Spielberghaus naderen. Het is ook weer een heel mooie wandelweg. Het weer is best oké. Boven was het een beetje bewolkt, maar ondertussen komt er ook wat blauwe lucht doorheen. Dus prima wandelweer weer zo. Maar we wandelen nog een stukje verder naar het Spielberghaus en dan daar wat te lunchen, denk ik, deze middag. En daar beneden zien we al het Spielberghaus liggen. Zo net heerlijk gegeten hier achter mij daar in het Spielberghaus. En vanaf hieruit wandelen we verder richting Saalbach. Dat is nog ongeveer een uurtje via deze weg richting Saalbach. Denk onder meer vooral ook door het bos. Maar de route vanaf het bergstation van de Komersbaan tot hier was eigenlijk echt wel met mooie vergezichten. Een heel leuke wandelweg die niet zo stijl afdaalde, langzaam afdaalde tot aan het Spielberghaus hier. Maar nu wandelen we door richting Saalbach. En het is nog ongeveer een uurtje, dus let's go richting Saalbach. En zo zijn we hier terug beneden aangekomen in Saalbach. Zijn we terug aangekomen hier in Saalbach. Het was een mooie wandeling vanaf het bergstation van de Komersbaan via het Spielberghaus naar Saalbach. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de beelden. Ik sta nu aan het dalstation van de Schatbergbaan. Dat is niet waar we vertrokken zijn, maar we zijn vertrokken aan de Komersbaan. Maar als je een leuke video vond, geef een duimpje omhoog. Abonneer is natuurlijk ook zeker toegelaten. En misschien dat er nog een video komt van hier vanuit Saalbach Interim. Dan is er veel meer te doen. Ik heb ook al andere video's opgenomen, maar toch alvast bedankt om te kijken. Dus voor de rest heb ik niet heel veel meer toe te voegen. Dus ik gewoon nog graag tot de volgende video. Doei!